We hebben een helemaal good vibe. Partner. Partner. Zometeen is het atelierkort voor het eerst aan de beurt. Morning world. Het is maandag, een nieuwe week. En ik ben thuis met Evie. Evie komt even wat styling dingetjes ophalen en brengen. En we spreken even de week door. We zijn echt op een super missie om het huis, het kantoor, de inbox, de DM's. Om al die dingen te organiseren die vaak gewoon bij mij zo snel vollopen en chaotisch worden. Omdat er gewoon veel gebeurt. Maar die ook veel onrust creëren. En het lijkt me echt een hele mooie missie om daar nog veel georganiseerder in te worden. Er is ook een boek, een Marie Kondo at Work achter iets. Misschien moet ik dat eens proberen. Klinkt wel super interessant. Als jullie tips hebben voor hoe je je fysieke omgeving en je digitale omgeving georganiseerd houdt, hoor ik dat ook zeer graag. Ik heb een sjaaltje uit de collectie van Klaartje Roos voor Edited om. Als topje, dus achter geknoopt. Jeans die Mick Keus voor me maakte en schoentjes van Ayede. Een soort gek hakje in een leuke bananenkleur. Daar hebben we Evie. Die ziet er ook weer uit als een superster vandaag. Ja, laarsje, jurkje, hatsa. We hebben dus deze spiegel gekocht. Wel leuk om even te laten zien aan de mensen. Een soort selfie spiegeltje met allerlei lichtstanden erin. Wat ik van onze vriendin Celine Bernaerts heb getipt gekregen. Dus die gaan we even uitvogelen. Want dan kunnen we mooie tutorials en IGTV's maken over piercings en dingen. Volgens mij worden video's van YouTube of meteen niet meer gemonetized als er muziek in zit. Dus ik kan dit niet goed laten luisteren, maar dit lied is echt mijn tune of the week. Het is zo'n heerlijk nummer. Zoek dit please op. Het is echt een geweldig, geweldig nummer. Ik ga er zo goed op. Goedenavond! Ik ben bij onze vrienden Wally en Lor en ze hebben een geweldig feestmaal voor ons bereid. En allemaal bijzondere wijnen, dus heel gezellig. Good morning world, ik ben me aan het klaarmaken voor een werkafspraak met Jordi. Ik heb net zijn kleren gestoopt als een wifey die ik ben. Die ik niet echt ben, maar ik vind kleren stomen best wel leuk, want ik heb daar zo'n soort klein roze speelgoedje bijna voor. Ik ga me snel even mijn sieraden aandoen, omdoen en mijn rok aandoen en schoenen en dan laat ik jullie even zien wat ik aan heb. Heb ik echt zo slecht geslapen. Er was een mug die ik niet heb gekregen, die me elk uur te grazen heeft genomen en ik ben gewoon ieder uur wakker geweest, echt. Deze hete dagen zijn zo insane. Ik geniet er echt wel van qua vakantiegevoel en zon. Maar die hitte 's nachts is echt horrible. Ja. Hallo, we zijn de orders aan het uitleveren. We zijn bij Vanilia. In de Zaanstreek, waar ze echt een geweldig pand hebben in de oude fabriek. Niet normaal, dit is echt life goals. Zo mooi. We krijgen nu een tour in het gebouw en we staan nu in de fotostudio, waar dus in plaats van modellen de werknemers worden gefotografeerd op de webshop. Dat doen ze sinds kort. En zometeen is het atelierkort voor het eerst aan de beurt. Holy smokes. Wat? Wat vertelde jij nou net, Jor, over die groentetuin en zo? Hier is een moestuin op het dak waar je ook kan lunchen, waar ze al hun groenten en kruiden verbouwen. Die zijn met lunch erbij. Shit! Supercool. Er zit gewoon een meeting room buiten aan het water, volgens mij. Oh, ik zou hier wel even in willen springen.
heb me heel even omgekleed in een hele luchtige jurk van Rixo. En ik heb net mijn nagels laten doen. Gewoon een heel simpel nude met een beetje glitter erin en hele veel blauwe teennagels. Een soort smurfenactie. Ik weet niet waar dat op sloeg, maar ik vind het ook wel grappig. Nu ga ik nog even naar Bar Kantoor, waar Jordi zit te werken in de airco. Wat echt het beste idee ooit is. En ik denk ook, hoezo bedenken we dit nu pas? Ik ben op mijn brommertje met een propvolle tas. Dit is echt mijn leven. Wie is er, net zoals ik, altijd overpakt? Gewoon letterlijk mijn voeten bijna niet eens meer kwijt. Wat heb ik allemaal bij me? Een grote juice, waterflesje, mijn andere kleren die ik net aan had. Ik heb net gezichtsmaskertjes gekocht. Mijn laptop ook gewoon los, echt niet oké. Ik moet echt een goede laptop eens vinden, maar ik kan gewoon niet echt leuke, betaalbare die er ook nog tof uitzien vinden. Dus als jullie tips hebben, laat het me zeker weten. En het is ook wel iets waarvan ik droom om het zelf ooit te maken. Dus als jullie denken, oh, dit mis ik in dat segment, zo'n print of met zo'n vakje erop of weet ik veel wat, laat het me zeker weten. En als ik zoiets zou maken, dan wordt het ook van gerecycled materiaal. Dus dat is iets leuks om over na te denken. Oh, heerlijk, even in de airco. Ik ben ook helemaal shiny van het zweet. Ik ga nog even een uurtje werken of zo. En dan gaan we lekker thuis koken. Ik denk een soep maken of iets lichts. Dan zit het erop. Ik heb even een ijskoffie. Ik heb het recept zelf nog niet geprobeerd te fine-tunen. Maar jullie tips in DM waren zeer welkom. En als iemand die dit kijkt de perfecte ijskoffie receptuur heeft gemasterd, deel hem ook vooral met ons. Zo lekker. Droogbloemetjes in mijn hoesje. En we sluiten onze werkdag af met een welverdiend wijntje op het terras. Hey Jorski. Cheerios. Hoe trots ben jij op ons dat we met 33 graden allemaal orders hebben ingepakt voor winkels en nu gewoon in 20 vanilia winkels liggen? Heel trots. Ik ook zo trots. Dus nu mag je vrij nemen deze week. Yes! Jordi en ik werken dus samen aan Atelier en ik wilde heel graag vrij nemen deze week en het mocht niet van Jordi. Oké, collega. Partner. Partner. Hey guys, ik ben op kantoor en Evie en ik hebben een lekker KonMari office dagje. We hebben alle spullen uit ons opberghok gehaald en dat is altijd lekker confronterend. Dat je denkt, waarom bewaren we dit allemaal? Wat is dit allemaal? Maar het is goed, die spullen zijn er, we kunnen het niet ontkennen. We moeten ermee dealen. We halen alles, elk laadje, kastje, dingetje overhoop. Hallo! Het zweet gutst naar beneden. Het is zo warm. Het is veel warmer dan we dachten. Maar het begint steeds beter uit te zien. Iets leger alweer. Dit is een goud bingo stel om een keer op Instagram een cadeau bingo te doen met jullie. Loving it. We moeten alleen even uitvogelen hoe we dat precies doen. Technisch gezien met kaartjes en zo. We gaan lekker op de brommer door de stad cruisen, even buiten zijn, ergens een koffie halen of zo. Heel veel zin in, het is zulk lekker weer, het voelt echt als vakantie in eigen land. Je hoeft eigenlijk gewoon nergens mee heen en het wordt op een gegeven moment weer wat minder, dus we nemen het er even van. Ik had zin om me mooi aan te kleden en op te maken. Ik heb een soort wet look haar gemaakt naar achter. Oorbellen in van Sabrina van This Is Curated. Een jurk van Nanushka die ik van Nicole heb geleend en deze plateau slippers van Arquette. En dit wikkel je dan soort van om. En natuurlijk mijn atelier met gouden koord. Hey. Ik ben op een draaidag met L'Oréal met niemand minder dan deze lady. Ik ben op kantoor en het opruimen KonMari gevoel is zijn vruchten af aan het werpen. We hebben een helemaal good vibe over onszelf.
dat is ook wel het leuke aan opruimen en organiseren. Je voelt je dan daarna ook echt alsof je iets hebt bereikt, omdat je zoiets concreets aftikt. En heel veel van ons werk is digitaal of je werkt lang aan één idee en dan komt het voor je gevoel nooit af. Dus dit was heerlijk. Hallo, hallo. Ik heb net lekker gedoucht en ik ben me aan het klaarmaken voor een date night met jullie. Altijd gezellig. Ik vind dus nooit dat ik goede kleren heb voor date nights. Ik heb meer soort van uitgesproken fashion-achtige dingen die ik dan leuk vind, maar niet gewoon jeans met een heel mooi topje of zo. Dat heb ik niet zoveel. Hoe zitten jullie daarin? Mijn blush de laatste tijd best wel hoog en ik vind dat het wel een heel mooi soort shape geeft. Ik doe maar een heel klein beetje op hoor, maar dan ga ik gewoon heel vaak met de kwast over mijn gezicht heen. Beetje in mijn corner highlighter. Highlighter is echt de truc om er fris en wakker en glowy en jong en stralend uit te zien. Ik blijf toch ook wel echt trouw aan mijn flawless filter van Charlotte. Hoe glowy en wakker dit je maakt is echt niet te doen. Ik hou het simpel vandaag. Beetje afpoederen. Het is best wel warm in dat restaurant, dus ik wil niet helemaal zwetend daar zitten. Hallo, goedemorgen. Ik ga nu koffie drinken met Nicole en Linda. Linda die is denk ik 3/4 jaar geleden of zo naar Nederland verhuisd. Dus ik kan haar nu wat meer zien. Linda is niet een vriendin die ik elke dag spreek of zie, weet je wel. Maar dat is gewoon zo'n vriendschap die goed zit en die er al jaren is. En ik vind het heel leuk dat ze hier nu weer is en dat ze in Haarlem gaat wonen en een babytje krijgt en spannende tijd in haar leven. En ook al een van mijn eerste vriendinnen die dus een baby krijgt. Dus het voelt echt wel van, oké, wow, we gaan nu echt een nieuwe fase in. We zijn niet meer die jonge twintigers, we zijn nu ouders van kinderen. Wat? ik ga me snel even aankleden. En ik denk wel een klein make-upje opsmeren. En dan ga ik op pad. De outfit die ik aan heb is een gehaaktachtige jurk van ASOS. Waar je wel redelijk doorheen kijkt. Dus ik heb een high-waisted zwart broekje aangedaan. Is dat ook weer getackled? Je ziet het wel een beetje bij mijn bil. Broekje? Geen broekje. Maar ja, wat wil je met een tropische temperatuur? Maak het gewoon nog wat heter, jongens. Mijn lieve knappe schatjes. Hi, schatjes. Wat een groot stijlfeest. Ik ben weer in mijn favoriete tuin, namelijk die van Jess.
Jess heeft een verrukkelijke lunch gemaakt. Die ik nu in deze bejaardenstoel ga opvreten. Een bejaardenstoel? Noem het maar een bejaardenstoel. Nee, oké, nee, dit design element. Het is een echte kan ik niet maken. Oma. Ik ga geen reclame maken. Oké, Nicole. Hé, hey, ik ben er ook weer. Hallo. Overal waar eten is. Precies. Cool. Of de zon. Er is weer een nieuwe week aangebroken, dus ik ga de vlog bij deze even afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en je ziet me snel weer in een video waarin ik hopelijk nog een paar dagen de zon op ga zoeken. Tot snel en een hele fijne week. Doei!